Ja, dat was een dag in november 2020. En toen hebben ze gezegd, kun je langskomen? En toen was de general manager en de operations manager, die zaten toen in een kamer. En daar werd één voor één eigenlijk allemaal binnengeroepen. En daar werd het verteld. Ja, dat is natuurlijk wel even schrikken. Mijn naam is Joost Jimkes. Ik ben 45 jaar. Ik heb heel lang in de horeca gewerkt, 20 jaar. En door corona ben ik daar uit gegaan, helaas. Alhoewel het mij wel een mooie omkeer heeft gegeven in een wat ander werkgebied. Na de schrik komen te zijn, ben ik in contact gekomen met de UWV en uiteindelijk het regionale mobiliteitsteam. Ze zijn met je bezig om te kijken wat ze kunnen doen om je te brengen naar wat je wil. Het regionale mobiliteitscentrum hebben ze mij een vacature gestuurd voor Lindehof. Ik heb gesolliciteerd en ik mocht komen voor een gesprek. We hebben nu nog Alblasserdam. En dan gaan we naar Dordrecht, Vuren. En dan moeten we nog heel veel katten ophalen in Rome. Goed, we zijn bij de wachter. Dus ik ga eerst even kijken wat we hebben. Blauwe bes, bramen. Citroen, limoen. Wat je meestal hoort is dat je 50 tot 100 sollicitatiebrieven eruit moet sturen om überhaupt een kans te krijgen om te solliciteren. En hier werd het toch naar mij gestuurd. En dat is toch op zich wel heel prettig dat mensen met je meedenken. Helemaal goed. Heren, werkster, dank u wel. Het einddoel is dat ambulancechauffeur. En 20 jaar geleden, voordat ik überhaupt met de horeca begon, had ik dus al het idee om ambulancechauffeur te worden. Als je dat nieuws hoort, dat je eruit moet. Je wilt toch door en je wilt toch iets leuks vinden. En ja, dit is toch echt een kans voor mij om een andere richting op te gaan. En daar word je dan ook goed mee geholpen.